Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 22 september van Weerblaza. Vandaag krijgen we te maken met een storing. We zien vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk aan toenemen. Vanochtend schijnt de zon echter nog geregeld. De temperatuur ligt tussen de 12 graden in Groningen tot 19 in Limburg. En vanmiddag is het met 24 graden in de kop van Noord-Holland tot 27 in Maastricht. Vrij warm voor de tijd van het jaar. Daarbij gaat de zon steeds vaker schuil achter de bewolking en kan er mogelijk in het zuiden een enkele bui ontstaan. Vanavond trekken meerdere buien van zuidwest naar noordoost over het land, maar in Groningen blijft het tot middernacht nog droog. Morgen ziet het er anders uit: het is overwegend bewolkt en vooral in het noorden valt af en toe wat lichte regen. In de middag blijft het vaker droog en klaart het voorzichtig op. Met hoger 20 graden is het een stuk minder warm. De dagen daarna is het erg wisselvallig met dagelijks een paar buien. Op dinsdag kan het voor de buien uit nog 20 of 21 graden worden. Op de andere dagen wordt het hooguit 19 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.